Dan gaan we nu even naar Bowser's kasteel. Waarschijnlijk krijgen we nu Princess Peach te zien. Ja, ze is super ongelukkig. Ze huilt ook een beetje. Princess Peach heeft mij gevraagd om iets naar jou te brengen. Hier, de gelukster. Nice. Deze boze Koopas die zeggen, ja, dat moet je niet doen. Dat is een grote fout als je daar naartoe gaat. Niet gaan, niet gaan. Yo, Nintendo fans. We moeten denk ik boze Toads gaan aanpakken. Pak ze! Oh, rustig, jongen. Rustig, rustig, rustig. Komt goed, komt goed. En als het goed is, dan zijn ze hier. Ja, kijk, kijk, ze staan daar. Maar mijn mattie is er ook. Hij vraagt van, hebben we het nou over deze rare Toads? Ja, we hebben het inderdaad over deze rare Toads. En die met het rode hoofd zegt, you shall not pass. Hij denkt dat hij Gandalf is of zo, volgens mij. Anyway, wij gaan er wel gewoon doorheen, jongen. We moeten vertrekken van ze. Nee, we gaan niet weg. Kijk. En ik dacht het al. Hij zegt, jullie zijn helemaal geen Toads, hè? Die gele Toad zegt van, hé, we weten niet waar je over hebt, hoor. Boeien, wij zijn gewoon schattig. Helemaal niet. Jullie zijn niet te vertrouwen. Reveal yourselves. Laat jezelf zien. Oh, ja hoor. Het zijn de cool bros. De cool Koopa bros. Ja, joh. Dat hadden we kunnen weten aan de kleurtjes, denk ik. Die rode die zegt, hoe wist je dat? We hadden ons perfect vermomd. Jongens, we trekken ons terug. Nu, wegwezen. Gelijk wegrennen ook, hè? Beetje jammer dit. Dit waren de Koopa bros. We moeten ze achtervolgen naar hun fort. En als je daar wil komen, dan heb je hulp nodig van een Koopa met een blauw schild. We moeten naar Koopa dorp nu. Hij gaat weer lekker terug naar huis. Helemaal goed. Wij gaan alvast lekker door. En ik hoop dat jij even dat duimpje omhoog knalt. En niet vergeten om te abonneren. Want dan mis je geen enkele video. En dan gaan wij richting het Koopa Bros Fort. Hé, hey, een verdrietig boompje daar. Nou, sta jij lekker verdrietig te doen? Oh, holy moly. Dit is niet best. We zijn geraakt door een eerste strike. Ik ga denk ik eerst even deze Goomba verslaan. Kijk, die is gelijk al kapot. Lekker. Nu jij, jongen. Headbunk. Let's go. Hoppa. Ik raak hem nu maar één keer, helaas. Oh, we zijn weer aan de beurt. Nou, dan spring ik lekker op zijn buik. Hotse flats. Twee keer geraakt. Come on, Goombario. Lekker, jongen. Wegwezen met je zonnebril. GG, goed gedaan. Hartje erbij, muntjes, alles. Nice. Er zullen vast nog wel meer van deze battles komen. Hoppa, eerst deze even slopen. Ga ik eerst die achterste proberen te pakken. Met een dubbel hit. Ah, dat lukt helaas niet. Nou, dan mag Goombario het fixen. Die fixte in ieder geval één. Auw! Hotse vlots. En door. Let's go. Kijken of hier wat in zit. Daar niet. Hier zit een muntje in. Oh, hier hebben we weer zo'n spiky guy. Ik kan ook een keer proberen om een hamer te gooien. Laat ik dat doen. Laten we dat eens proberen. En dan proberen super sterk te doen. Ik heb er helaas maar eentje geraakt van de twee. Misschien omdat ze dan op verschillende hoogtes zijn. Let's go! Beam! Alright, nice. Hier hebben we een rood vraagteken. Wat zit daar dan in? Dizzy Attack Badge. Daarmee kunnen we een tegenstander duizelig maken, zodat hij niet kan bewegen. Dan kunnen we misschien een extra keer raken. Misschien is dat beter dan die Hammer Throw. Oké, en door. Dit is een potje waarmee je iemand bang maakt. Dan roep je een kwade geest en dan jaag je je vijanden weg. Klinkt handig op zich. Oh, een pauwblokkie. Lekker. Oh, deze zijn wel vervelend. Kunnen we niet gewoon op hem springen? Ja, lekker! Hot. Ik ga ook gewoon even een power jump doen. Zodat hij hopelijk in één keer kapot is. Yes. En weg. Oh, en nu? Er is hier geen brug. Oh, misschien moeten we die boom slaan. Oh, ja, kijk, 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 kijk. Nice. En dan deze indrukken, dan verschijnt er denk ik een brug. Lekker. Wij zijn professionele puzzeloplossers. Hierachter ligt iets. Wat als ik hierop sla? Sleepy Sheep. Als het werkt, dan gaan alle vijanden slapen. Let's go, we gaan door. Richting Koopa Village. Ja, we moeten naar beneden toe. Want rechts is het fort, daar kunnen we nog niet naartoe. We moeten eerst naar beneden. Hier naartoe dan, denk ik. Onderlangs. Ja, dit ziet eruit als Koopa Village. We moeten hier de Koopa gaan zoeken met het blauwe schildje. Eerst even deze kapot slaan. Ja, kijk. Hoppa, wat is dit? Een Attack FX badge. Daarmee kunnen we weer geluidjes laten veranderen. Ja, daar ben ik niet heel hyped voor. We gaan naar Koopa Village. Dat is veel belangrijker. Hallo, groene Koopa. Wat ben jij, Mario? Welkom in Koopa Village. Ik zou willen dat we jou echt welkom konden heten, maar we hebben een groot probleem. Zie je niet wat het probleem is? Er zijn fuzzies hier in ons dorp. En die zien er zo uit. Hele gemene gasten. Ze zijn echt heel vervelend. Oh, daar is er één. Oh, die... Oh, nee. Zijn schildje is gestolen. Wel goed om te zien dat ze gewoon een shirt aan hebben. Stomme Fuzzy, kom terug. Ik ga hem pakken, jongen. Hier, ik heb je een schildje gefixt. Doe je schildje maar weer om. Oh, dankjewel, Mario. Je houdt iets van me te goed. En hij vraagt nu aan ons. Zocht je toevallig een Koopa met een blauwe schild? Dat zou Cooper zijn. Hij is waarschijnlijk wel thuis. Ga op zoek naar een huis met een groen dak.
Waarom dan geen blauw dak? Hij heeft toch een blauw schild? Wat is dit? Is toch logisch? Nee, Piet, dit is totaal niet logisch, vriend. Oké, hier lopen nog wat fuzzies. Ik ga iedereen redden. Hier is jouw groene schildje, jongen. Alsjeblieft, vriend. Kijk, dit is een huisje met een blauw schild, toch? Woont hij? Nee, hij woont niet hier. Bobby's! Deze Bobby's zijn weggerend uit het Koopa Bros Fort. Hier in het dorp is het niet veel beter, maar de fuzzies worden gek. En deze bommen zijn bang. Nou, hij blijft ook lekker thuis zitten. Nou, ja, best. Wat als ik nou de radio uitzet? Oh, ik kan de radio gewoon op een andere zender zetten. Hé, hey, kijk nou, een blaadje. Oh, daar krijg je 3 FP van terug. Lekker, nice. Ik ga eerst even op zoek naar die Koopa. Misschien kan hij me wel helpen. Hij zegt, ah, ik ben druk. Oh, is jouw schildje ook gestolen? Mijn naam is Cooper. Ik heb hem hier zo graag ontmoeten. Maar je moet me ook helpen even. Deze Fuzzy die heeft mijn schildje meegenomen. Dat is het meest belangrijke ding wat ik heb. Want zonder mijn schildje kan ik helemaal niks. En ik schaam me dood. De Fuzzies die zijn te snel om alleen te vangen. Oké, we moeten het even samen doen. Oké, hij houdt de deur tegen. Ik moet hem pakken. Hallo Fuzzy. Hier. Oké. Waar ben je naartoe? Kom hier jongen. Kom hier. Nu heb ik ook niks aan mijn mattie, want die is natuurlijk gewoon bij de deur. Oh, die Fuzzy die wil... Jij wil me aanvallen? Hij wil mij aanvallen, jongen. Nou, ik ga je dat even betaald zetten, vriend. Hoppakee. Dus even kijken of hij hem ook kan raken door op hem te springen. Ja, lekker. Dat is 1 Fuzzy minder. Nee, niet mijn kussen. Deze grappies die stelen gewoon mijn HP, jongen. Wat een gasten, joh. Maak ze kapot. Wegwezen. Irritante Fuzzies. Ze zijn inderdaad wel irritant. Ze hebben wel gelijk, die Koopa-mannetjes. Jongen, waar ga je helemaal naartoe, joh? Met dat schild. Oké, je gaat de bomen in. En dan ga je stoer doen, hè? Zomaar ga je stoer doen tegen mij. Ik moet raden waar hij zich verstopt. Oké, volg de Fuzzy. Volg de Fuzzy met het schild. Ik weet het. Hij zit in deze boom. In de tweede. Hier, jongen. Geef dat schild terug. Oh, nee. Nee. Jij vals spelen, jongen. We moeten dit gewoon vaker nog gaan doen. Oké, 1, 2, 3, 4. Hij zit in de achterste. Hier ben jij, vriend. Ik heb je wel door. Ja, we gaan dit zeker nog een keer doen, hè. Ja, dat dacht ik al. Zo. Oké, dit gaat wel snel. Ik weet niet waar die zit. In de derde? No! Nou, dan gaan we toch lekker battelen, joh. Ook goed. Krijgen we tenminste wel weer gewoon lekker puntjes voor. Gaan we ook weer een keertje leveltje omhoog straks. Oké, nou moeten we even opletten. Dit ging echt veel te snel, man. Volgens mij zit hij nu in de tweede boom. Ik denk dat ik het nu wel heb gezien. Ja, lekker! Geef mij gewoon dat ding terug. Dankjewel. En hou op, zouten met je fuzzy hoofd. Yo! Gelukkig ben je achter me aankomen lopen, jongen. Hij doet een beetje stoer. Hij zegt, ik ga nu mijn schild terugpakken. Als ik niet eens mijn eigen schild terug kan pakken, dan verlies ik mijn reputatie. Het boeit me niet dat ik nu geen eens een schild om heb. Ik ga die fuzzies even laten zien wat ik waard ben. Maar ja, ik heb hem al. Hier, ik heb je blauwe schildje terug voor je, jongen. Kijk hoe blij die is. Yay! Alsjeblieft, jongen. Geniet er weer van. Hij heeft hem weer om. Dus, Mario, ik heb een idee. Hey, ken je Professor Colorado? Ik heb nooit van gehoord, Professor Colorado. Dat is een Koopa en die is een professor. En een echte avonturier en ontdekkingsreiziger. Dat is waar we naartoe moeten. Hij adoreert Professor Colorado al sinds hij jong was. Ik wil graag de wereld overreizen. Mag ik alsjeblieft met je meekomen? Natuurlijk mag je meekomen, vriend. Kom gezellig mee. Hij doet heel plechtig. Hij zegt, ik zweer het. Ik, Cooper, beloof hierbij plechtig om jou overal te volgen. Zelfs naar het einde van de aarde. En als we nu pijltje naar beneden drukken, dan kunnen we hem dus gooien en een item pakken die ver weg ligt. Dat is lekker. Kom je nou nog steeds stoer doen? Tjonge jonge, ik dacht dat jullie klaar waren. Alright. Hammer time. Pak hem. En nou heeft Cooper dus een aanval waarmee hij iedereen kan raken. Kijk, deze power shell. Daarmee kan je dus iedereen raken. Dit is wel lekker, zeg. Heerlijk aanvalletje. Lekker Cooper. Zij gaan nu mij allemaal kusjes geven, natuurlijk. Yo, ik heb hier helemaal geen zin in, jongen, dat je mij kusjes geeft. Doe eens normaal. Ga eens weg. Ik hou niet van kusjes, vriend. Stop daarmee. Hoppakee. Oké, Cooper. Helaas kan ik ze nu niet allemaal raken. Nu kan ik er maar 1 raken, maar dat is nu ook weer even genoeg. Althans, er staat er nog steeds 1. Die doet irritant. Let's go, Mario. Pie! Nu jij, Cooper. Let's go. En nou is het klaar, hè, met al deze fuzzies. Ik ben nu echt helemaal klaar met jullie, hoor. Wegwezen nou.
opzouten. Oh, maar nu kan ik dit item denk ik pakken. Kijk, kijk, kijk. Ja, kijk, hij heeft hem. Nice. De HP Plus badge. Oh, daar krijgen we 5 HP bij. Heerlijk, die wil je wel hebben, denk ik. We hebben hem nog niet echt nodig eigenlijk. Ik denk wel dat hij voor baasgevechten wel heel handig is. En we zijn weer terug bij het huisje van Cooper. En terug in Koopastad. Oh, jullie hebben ook allemaal je schildjes nu weer terug. Oh, dat is lekker, man. Oh, hier ligt nu een sterpiece op. Die gaan we zeker even pakken. Die wil ik hebben. En wat gebeurt er in deze huisjes? Oma Koopa, de oudste Koopa hier. Die vraagt, kan je mij een plezier doen? Nou, vertel. We moeten het boek van Koopa Legendes lenen van Colorado. En we moeten dat even aan zijn vrouw vragen. Nou ja, we zijn toch onderweg daar naartoe, dus dat komt mooi uit. En dan hebben we hier nog een huisje. Hallo, mevrouw. Wie zijt gij? Oh, dit is de moeder van Cooper. Oh, wacht even. Krijgen we van jou dat boek? Oh, wat aardig, joh. Lekker. Nou, dankjewel. Het boek heeft allemaal foto's van alle legendes. Van elke Koopa. Kijk eens, mevrouw. Ik heb hem gewoon al voor je, joh. Oh, we krijgen 1 muntje. Ze wil ook nog heel graag een Sleepy Sheep. Nou, die hebben we toevallig ook nog, mevrouwtje. Kan je lekker slapen vanavond, joh? We krijgen nog 1 muntje. Oh, we krijgen een Silver Credit. Zodat we mogen spelen in de Playroom in Toadtown. Nou, dat is top. Dankjewel. Ik ben blij dat we haar hebben kunnen helpen. Altijd goed om gewoon de oudere medemens even te helpen, toch, jongens? Tijd om het spel op te slaan. En in de volgende aflevering gaan we kijken wie die Colorado is en waar we die kunnen vinden en of we de Koopa Bros al kunnen verslaan. Als je dit vet vindt, dan weet je wat je moet doen. De duimpjes omhoog. Niet vergeten te abonneren en het belletje aanzetten. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!